Nederland heeft de groep al gewonnen, maar moet zich vandaag tegen IJsland zien te plaatsen voor de finale van de Algarve Cup. En dat zou voor het eerst in de geschiedenis zijn dat Nederland dat lukt. Voorzet niet goed. Groene. Martens. Krijgt ze ruimte? Ja, en dan is dat toch een aardige kans meteen ook voor Lieke Martens. Nu weer even opletten. Dit zou een goede kans moeten zijn voor de IJslanders. En Van Veenendaal redt nog een kans. Maar terugleggen is eigenlijk niet goed op Friedrichsdottir. En dan is de kans verkeken. Prima gepakt door Van Veenendaal. De goede aanval van IJsland. En het schot uiteindelijk van Albertsdottir. Jansen. Hoort zit daar goed tussen van de Zanden. En dan gaan van Roort. Spitsen. Groene, mooie steekpaas. De voorzet van de Zanden kan net niet worden ingetikt door Renate Jansen. Beste aanval van Nederland in deze wedstrijd. Prima bal van Jansen. Martens. Versnelling is er. Ze is er ook nu langs. De voorzet op Groene. Die moet dan tijd krijgen voor het schot. Dat krijgt ze niet. Wordt ook Hens geclaimd. En dan uiteindelijk zal hij zal dan een vrije trap krijgen. Ook dat niet. En dan is er nog een schietkans voor Martens. En dan is hier ruimte voor Martens. Krijgt ze hem bij Jansen. Voorlopig zelf. En dan schiet ze over. Centrum leek Jansen toch redelijk vrij te komen. Berestijn, nu eroverheen. Berestijn buitenkant paal. Kiepster komt uit waar dat eigenlijk niet lijkt te hoeven. Maar daardoor wordt de kans voor Berestijn eigenlijk alleen maar groter. Hij doet alles wat ze kan onder druk. Snel die bal er langs tikken. Maar net op de buitenkant van de paal. Nederland speelt de derde groepswedstrijd van de Algarve Cup met 0-0 gelijk tegen IJsland en plaatst zich daarmee voor de finale van de Algarve Cup.